Hey YouTube, vandaag ga ik samen met jullie iets tekenen en ik ga weer eens een keer iets digitaals tekenen op mijn iPad. Dat is alweer een lange tijd geleden. Zoals de meeste van jullie wel weten ben ik helemaal into the game Among Us. En voor de mensen die het niet kennen, dan heb je wel een beetje onder een steen gelegen, maar oké. Ik zal het kort uitleggen. Het is een soort van weerwolvenspel noemt iedereen het. Je hebt twee killers en een aantal mensen die moeten proberen te overleven. Maar die moeten gaan uitzoeken wie degene zijn die ze kunnen killen. En dat is dus elke keer iemand anders. Ik speel Among Us altijd met een vast team. Ik ga deze mensen natekenen, maar dan dus in mijn tekenstijl. En dan combineer ik het een beetje van hoe ze er in het echt uitzien en hoe hun Among Us karakter eruit ziet. Ik denk dat dat heel leuk kan zijn. Ik heb speciaal Rick een heel mooi rad laten maken. Waarop we kunnen gaan bepalen wie we als eerste gaan natekenen. Dus ik ga een draai geven aan het rad. En de eerste die ik ga natekenen is... Kitta! Yay! Dat hoop ik stiekem ook. Oké, Kitta wordt dus de allereerste die ik ga natekenen. Ik verhuis even naar mijn plekje waar ik ga tekenen. En ik neem jullie met me mee. Dit is hoe Kitta er altijd uitziet. Ze heeft van dat hele lange haar met van die gekleurde plukjes erin. En in Among Us is altijd een paars poppetje met van die vleermuisoortjes eraan. Dus ik ga die twee samen combineren en dan eens tekenen in mijn eigen stijl. En ik ben heel benieuwd hoe Kitta er dan uit komt te zien als een Among Us versie slash een Kreatjik versie. Ik ga beginnen om de basis te schetsen. Dus ik ga in ieder geval zorgen dat ik echt een leuk figuurtje maak die op Kitta lijkt. En ik moet even nadenken over hoe ik die vleermuis ga doen. Of ik dat iets op haar hoofd ga doen of juist meer op de rug of zo. Ik ga daar eens even over nadenken. Among Us. Oké, ik denk dat ik inmiddels wel kan toegeven dat ik een klein beetje verslaafd ben aan dit spel. Ik speel dit spel vaak, ik heb het vaak over het spel en nou begin ik het ook nog te tekenen. Dus dan vind ik het blijkbaar toch wel heel erg leuk om dit te spelen. Wat ik net ook al zei, we spelen dit altijd met één vaste groep. Dat is ook echt heel erg leuk, want op die manier leer je elkaar ook echt kennen, ook in het spel. En maakt het ook steeds moeilijker, omdat je veel sneller door begint te krijgen wanneer iemand liegt of wanneer iemand echt de imposter is, dus degene die iedereen gaat killen. Maar zorgt juist ook wel weer voor extra leuke uitdagingen, omdat je daardoor ook meer je best moet gaan doen om het spel te kunnen winnen. Wat ik leuk vind aan het spel is dat het best wel moeilijk is. Het is niet een heel moeilijk spel om het te begrijpen. Je kan eigenlijk best wel snel erin meedoen. Maar om het echt heel tactvol te spelen en slim te spelen is best wel een uitdaging en best wel moeilijk. En daardoor vind ik het spel heel erg leuk. En wat ik heel leuk eraan vind is dat het een heel sociaal spel is. Ook al ben je heel van het liegen. Is het wel heel sociaal. Want je bent heel veel met elkaar. En dat is ook wel eens gezellig als je al een aantal maanden gewoon alleen maar thuis zit. Elke dag. Yay, corona. Kitta is ook heel goed in het spel. En zij ziet er dus altijd uit als een paars poppetje met vleermuisoortjes op. Dat past ook helemaal bij haar, want als je kijkt op haar kanaal is ook altijd alles paars met vleermuisjes. Dus als ik haar nu zo aan het tekenen ben, ziet ze er ook gewoon heel normaal uit. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat straks bij de andere Among Us karakters is. Maar als ik in ieder geval haar aan het tekenen ben, heb ik wel echt het gevoel van ja, ze ziet er echt uit zoals zij eruit ziet en het klopt gewoon helemaal. Oké, de schets die is gelukt. En ze lijkt echt op Kitta. Ik had er eerst zonder hoodie getekend, maar ik vond haar eigenlijk nog een beetje te schattig. Nou ziet zij er ook altijd heel schattig uit, dus ik wilde ook wel dat ze dat echt uitstraalde. Maar ze is natuurlijk de imposter, dus degene die op dit moment iedereen aan het killen is. Ik denk dat hij zo heel leuk is en hij lijkt ook best wel goed op haar. Zeker als ik hem straks ga inkleuren met die gekleurde plukken in het haar, dan denk ik dat je er wel moet gaan herkennen. Dat is dus wat ik nu ga doen. Ik ga het nu helemaal omlijnen en ook inkleuren en dan ben ik heel benieuwd hoe ze eruit komt te zien. Het is trouwens alweer een tijdje geleden dat ik op mijn tablet heb getekend. En voor de mensen die misschien voor de allereerste keer kijken en willen weten wat voor tablet ik gebruik en wat voor programma ik erop draai. Ik gebruik een iPad Pro 2020 en dan in een 12 inch.
En het programma dat ik gebruik heet Procreate en dat kan je eenmalig aanschaffen. Ik zal je bovenin even een kaartje zetten waar je meer hoort over dit programma en waar ik ook kort iets uitleg hoe je het gebruikt. Mocht je enthousiast worden en zoiets hebben van ik wil ook heel graag digitaal tekenen. Het was voor mij inmiddels alweer een tijdje geleden dat ik digitaal heb getekend, maar nu ik weer zo bezig was dacht ik ja, ik vond dit wel weer heel leuk eigenlijk. Ik heb het wel weer een klein beetje gemist. Terwijl ik hier aan het kleuren was, kwam ik erachter dat er een heel klein gedeelte net niet helemaal lekker klopte. En dat was namelijk bij de hoodie. Ik heb die hoodie er natuurlijk later bij getekend. En toen had ik bedacht dat daar dan de hoodie zou zitten aan de achterkant. Maar je hebt aan de achterkant natuurlijk gewoon haar zitten. Dus ik weet niet of de hoodie nou eigenlijk helemaal klopt. Ik teken dat eigenlijk niet zo heel erg vaak. Ik had het even kunnen opzoeken voor een referentie, maar dat heb ik niet gedaan. Het lijkt in ieder geval op een soort van capuchon. Toch? Een hele grote. Maar dan moet er wel haar aan de onderkant van haar hoofd uitkomen, want anders dan ziet het er heel raar uit. Zij wordt dus ingekleurd in het paars. En dat is dus omdat haar Among Us poppetje altijd in het paarse is. Ik heb wel iets meer een lila-achtige kleur gekozen dan echt de kleur paars die ze denk ik is in Among Us. Maar ik vond deze kleur heel leuk staan bij haar. Dat is ook een beetje de modekleur van nu. En daardoor vond ik dat leuker voor een outfit. Hier in huis was mijn oudste dochter in ieder geval helemaal fan van deze outfit. Dus ik mag nu op internet op zoek gaan naar zo'n soort pakje, want zij wilde nu ook een. Ik heb de basis nu ingekleurd en terwijl ik aan het kleuren was, bedacht ik me eigenlijk dat ze hier op de hoodie nog dat schermpje moet. Wat die Among Us poppetjes ook altijd hebben, dat blauwe schermpje. Dat het echt lijkt alsof ze de hoodie omhoog doet en dat je dus haar eronder ziet, zeg maar. Ik denk dat dat heel leuk is als we dat hier nog zo eraan toevoegen, dus dat ga ik nog even aanpassen. Dan ga ik hem nog helemaal detail geven, want het is nu nog een beetje kaal ingekleurd. Maar ik vind haar echt al zo cute worden. Ze lijkt echt wel. Je ziet wel echt dat het Kitta is. Dus ik ga dat nog toevoegen. Ik ga nog dat schermpje maken op de hoofd. En ik hoop dat dat dus heel erg leuk staat op die hoodie. En dan gaan we hem daarna detail geven. Dat ik daar niet eerder aan had gedacht, om dat schermpje nog op die hoodie te tekenen. Ik ben wel blij dat ik eraan heb gedacht en niet pas nadat ik deze video af had, zeg maar. Maar ik vind het zo leuk. Het voegt nu zoveel toe. Je herkent nu echt direct dat het een Among Us karakter is. Het voelt nu ook echt helemaal alsof zij daar echt helemaal in zit in dat pak. En ik vind het zo'n leuke toevoeging dat ik nu wel zo'n soort trui zou willen eigenlijk. Dus ik heb geen idee of die te koop is, maar... Dat zou tof zijn. Ik wil er één. Het was nu ook wel heel erg leuk geweest om die vleugeltjes denk ik aan de capuchon vast te maken in plaats van aan de rug. Dat het dan echt een beetje ja, net was als een soort van haarbandje zeg maar. Maar aan de andere kant vind ik dit ook wel heel erg leuk staan bij er zo. Uiteraard wordt het een karakter samengevoegd met hoe zij in het echt is. Met hoe Creachick het voor zich ziet in de Creachick stijl. Dus ik vind dat het er zo uit moet komen te zien. Ik heb over de achtergrond wel trouwens een tijdje zitten stoeien, want ik vond het alleen op wit papier een beetje saai. Ik had eerst nog iets van een hele galaxy getekend, dat heb ik uit de video geknipt, want ik weet niet, het deed de karakter niet heel erg veel goed. En de vleugeltjes vielen een beetje weg in de achtergrond. Dus uiteindelijk heb ik een soort van cirkel gemaakt die ik helemaal heb ingekrast met een zwarte fineliner. Dat is in ieder geval hoe ik het had bedacht om het in het echt in te kleuren, dus daarom besloot ik het om het digitaal ook op die manier te doen. En daar ben ik heel blij om, want dat geeft toch een beetje een galaxy gevoel. Door al die witte stukjes ertussen. Maar ook een heel erg authentiek, echt getekend gevoel. Ik vind het leuk. Ik denk dat dit mijn versie is van hoe Kitta eruit zou zien. Als een Among Us poppetje, in de Creachick stijl. Met een combinatie van hoe ze er zelf uitziet. En dan is dit de uiteindelijke versie geworden. Het is ook echt heel erg goed dat we nog besloten hebben om dat schermpje op de bovenkant te zetten. Want daardoor krijg ik nu echt het gevoel alsof ze het Among Us kostuum uittrekt en dat zij eronder vandaan komt. Die vleugeltjes staan er ook heel goed bij. Ze lijkt er ook heel erg op, vind ik. En dat komt vooral ook door die plukjes in het haar, maar ook door de lieve en onschuldige blik. En dan in de tussentijd toch met zo'n bebloedend mes rondlopen. En dat paarse pak staat er echt heel erg leuk. Dus wat mij betreft is deze helemaal geslaagd. Nou, en dan het moment waar jullie allemaal op hebben gewacht. Dit is hoe haar karakter eruit ziet in een schilderij.
maar ook op een t-shirt. En moet je nou toch voorstellen dat je zo'n t-shirt zou kunnen kopen? Ze zijn niet te koop, maar ik vind het wel tof. Ik vind het er echt heel leuk uitzien. Ik zou hem bestellen, denk ik. We zouden eigenlijk nog moeten kijken of die ook op zo'nzelfde soort hoodie zou kunnen. Met zo'n schermpje. Die zou ik echt graag willen, maar dan wel in het rood, met mijn karakter. Ik vind de illustratie heel erg leuk geworden. En ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd wat Kitta er zelf van vindt. Dus ik ga haar de illustratie sturen en ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt. Hoi Maris, ik zag net de tekening die je van me had gemaakt en... Oh my god, hij is zo cool. Hij is ook zo goed gelukt. Ik ben ook echt vereerd dat je me hebt getekend. Ik vind hem echt heel mooi. Ik wil hem op mijn muur hangen. Dankjewel. Doei! Yay! Zij vond hem ook leuk. Daar ben ik heel blij om. Als je deze video leuk vond, vergeet deze video dan natuurlijk niet even een like te geven. En vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Kijk ook even op Kitta, haar kanaal staat hier beneden in de omschrijving, want zij maakt ook hele leuke creatieve video's. Laat in de comments vooral eventjes weten wie je hoopt dat de volgende keer getekend gaat worden. En ook wat je natuurlijk van deze video vond, daar ben ik heel benieuwd naar. In ieder geval dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei!